Ik begin deze vlog in het vliegtuig, want waar gaan we naartoe zijn? Londen. Oh, je bent nog helemaal niet begonnen? Nee, ik ben helemaal niet begonnen. We zijn door het dorp uitgenodigd om naar Londen te gaan. Dus we worden achter een lijf van de stewardess. Maar we zitten dus nu in het vliegtuig. We nemen een vlug van ongeveer een uur en dan zijn we in Londen. We gaan zo met deze bus op stap. Kijk hoe vet. Natuurlijk moet iedereen foto's maken. Je mag al, daar is, je mag lekker je shot maken. We hebben net een bustour gehad en allemaal hele interessante informatie gekregen van Dolf over Dolf. En nu wordt het tijd om te lunchen en jullie weten dat ik echt van eten hou. Dus ik kijk misschien een klein beetje het meest naar uit. Even een kleine update over mijn dag in Londen. Vanochtend was een beetje gek. Ik moest ook mezelf even een beetje settelen. We hadden dus een bustour en tijdens de tour werd er van alles en nog wat over Dolf en hun partners verteld. En waar ze voor staan. Dus super interessant. En daarna zijn we gaan lunchen. Wat heel erg gezellig was. Het duurde ook echt mega lang. En nu, het is in Nederland bijna 5 uur en hier bijna 4 uur, heb ik eindelijk toegang tot mijn hotelkamer. En ik word hier zo happy van. Dolf, je maakt me blij. Maar oké, ik ga even een tour doen. Want ik ben gewoon sprakeloos. Ik kijk naar het uitzicht, maar dat bewaar ik voor straks. Als je de kamer binnenkomt, zie je dit. En we komen gelijk in de badkamer. En kijk hoe leuk dit detail is. Dolf Windows. Super chill licht, vind ik zelf. Lekker groot spiegel. Dus en hier hebben we de douche. Lekker veel marmer. Love it. En dan gaan we naar het slaapgedeelte. Oh, trouwens. Er is ook nog een soort van mini bar dingetje. Oeh, mag je daar gebruik van maken? I don't know. Ik ga het wel doen. Oeh, hallo. Drank ga ik niet drinken. Oeh, voeding. Chill. En dan hebben we hier de bed en mijn spullen wat een beetje daar in het hoekje ligt. Kijk hoe chill dit eruit ziet. En met wat goodies. Dit vind ik heel nice. Oeh, slaapmasker. En dan hebben we een tv. Zithoekje en are you ready for the view? Kijk hoe pretty dit is. Oh my god. Dit is zo mooi. Sowieso ben ik altijd al obsessed geweest met hotelkamers. En gewoon hotels in het algemeen. Maar dit... Ik geniet gewoon van de kleine dingen. Maar ik ga me even opfrissen. Oh, dit is me nog niet eens opgevallen. Kijk, hoe schattig. Zo cute. Hier ga ik zeker even lekker van snacken. Maar wat ik wilde zeggen, ik ga me zo even opfrissen. Wat spulletjes bij elkaar schrapen en dan gaan Sarah en ik de stad in. We gaan een beetje ontdekken. Ja. We lopen lekker door Londen. Lekker aan het dwalen. En ik zie de London Eye voor me. En toevallig heeft deze mij als uitzicht vanuit haar hotelkamer. Ja, ja, uitzicht op de London Eye. Ik ben hartstikke jaloers. Nee, ik heb ook een prachtig uitzicht. Ja. Maar ik krijg nu een soort van flashback van jaren geleden dat ik met school in Londen was. En toen had ik ook mooie foto's van de London Eye gemaakt. En had ik gevlogd. Echt way back. Maar ik wil dat ding weer in real life zien. Ik zie hem nu een klein beetje, maar het lijkt me echt leuk om daar wat beelden van vast te leggen. Echt leuk, leuk dat ik een zonnebril heb trouwens, maar ik zie er nog steeds niks mee. Ik zit ook een beetje te knijpen. Ja, het petje werkt op zich wel. Ja, dat is wel waar. Ja, zo'n klepje natuurlijk. Mm-hmm. Nou, we staan voor mijn baby, London Eye. We hebben hier wat foto's gemaakt. Aan de ene kant vond ik het heel awkward, want ja, als mensen langs lopen, denk ik, ja, nee, ik ga niet staren. Stoppen, ja. Doorheen lopen en lachen. Maar dit is ook niet raar, want we zitten letterlijk midden op straat, ja, om te kleden. Ja. Maar het is ook echt vet chill qua temperatuur. Ik heb het niet eens koud, volgens mij is het iets van 15 tot 17 graden. Echt heel relaxed. Heel chill. Ik zat net in mijn korte mouw. Het is een korte mouw shirt en ik vond het gewoon prima. Maar we lopen een beetje rondom de London Eye. We gaan straks
het water over. Gaan we aan de overkant nog even chillen. Kijken wat daar te zien valt. Misschien bij de brug zelf ook. Ja, ik vind het is wel een lange brug. Want we waren vanmiddag met de bus eroverheen. En ik besefte van wow, dat is best wel een stuk eigenlijk. Maar we gaan gewoon een stukje lopen. Ik ga even een mooi beeldje van de AI laten zien. Ik wil er wel ooit in mijn leven nog een keer in. Ik ook, maar het is denk ik ook best overpriced, maar het is wel leuk. Ik denk het ook. Wel een mooi uitzicht. Ja, misschien als het een keer op een rustige dag. Waarschijnlijk zal dat nooit voorkomen, maar het is wel heel pretty. Ik ben mij niet compleet als ik niet naar een Starbucks ben geweest. Dus wij lopen nu naar Starbucks om gewoon eventjes te zitten en een drankje te doen. Het is inmiddels 5:50 Londense tijd. In Nederland is het 7:00 en ik heb totaal nog geen behoefte aan avondeten. Nee, we hebben zoveel eten gehad. Ja, dus we gaan gewoon eventjes lekker chillen en dan gaan we daarna richting het hotel. Ja. En dan gaan we nog even lekker... ja, opfrissen en dan gaan we avondeten. Waar ik ook ben, bestel ik altijd hetzelfde, namelijk een ice caramel macchiato. Ik ben geïnfluenced, ik heb hem ook genomen. Ik heb mijn werk goed gedaan, hallo. En zoals altijd, de grote test, hoe die smaakt. Ja, ik kan hem alleen beter roeren. Mijn favoriet blijft toch diegene uit New York. Ik weet niet waarom, maar die vond ik zo lekker. Maar het is gewoon chill. Maar binnen was het zo druk dat er gewoon geen plek was. Ik dacht, oké, weet je, we gaan gewoon lekker buiten zitten. Alleen één nadeel. Het wordt hier niet echt opgeruimd. Nee, het is hier echt heel bizar. Maar ja, weet je, het is nog lekker qua temperatuur, dus we blijven gewoon lekker buiten zitten. Ik ben weer terug in mijn hotelkamer. En het begint langzaam donker te worden. Heerlijk om zo, zeg maar, thuis te komen. Lekker rustgevend. Aan de ene kant vind ik het ook best wel... creepy om alleen in een hotelkamer te zijn, maar het is pretty, dus het is helemaal mooi. Kijk het uitzicht. Oh, ik ben wel een beetje gaar van de dag. Het is inmiddels 12:30 en we gaan nu pas avondeten. Er staat niks voorbij. Ik heb hier super veel zin in. Het is een burger met friet. Het ziet er zo goed uit. Bijna 8:30 en ik ben al mega lang wakker. Ik kon vannacht niet in slaap komen en ik werd mega vaak wakker in de nacht. En dat heb ik al vaker als ik niet thuis slaap. Het bed lag overigens echt mega lekker, dus daar heb ik helemaal niks om over te klagen. Maar ik weet niet, omdat het toch niet thuis is, ja, kon ik gewoon niet chill slapen. Dus ik was ook al extreem vroeg wakker. De hele tijd gewoon lekker in bed gelegen, YouTube gekeken. En toen ben ik alles gaan doen. Ik heb op dit moment deze outfit aan. Een flared, ja, jeans. Een legging-achtig iets. Met een blazer en dan ook nog een shirtje eronder. De temperatuur van vandaag zal waarschijnlijk heel hoog zijn. Rond 15, 16 graden. Maar het is natuurlijk nog ochtend. Dus ik zit heel erg te twijfelen of ik nog een jas eroverheen wil doen. Maar nu heb ik het best wel warm. Het is maar al 2 lagen. Ik vind het altijd zo lastig. Want ik heb geen zin om het veel te warm te hebben. Dus misschien overweeg ik gewoon om geen jas mee te nemen en dan maar misschien een klein beetje koud te lijden. We zijn aangekomen bij onze eerste activiteit voor vandaag. En het ziet er nice uit. Dit is het vooraanzicht. It's taking us nearly 2 years in deep partnership with both Getty Images, which is one of the world's leading creators. We show you a world where every woman is seen. Then girl, you'll show us all. We zijn dus nu in een urban-achtige buurt in Londen. En deze buurt staat bekend, nou ja, om een mooie graffiti. Ik kijk nu echt naar een heel mooi punt. Ja, ik ben er best wel een hele grote fan van. We lopen graag gewoon even door de straatjes heen lopen. Kijken of we wat leuks tegenkomen. Misschien een koffietentje. We gaan lekker de buurt verkennen. We
We hebben net met de meiden wat koffie gedronken. Ik heb daar helemaal niks van vastgelegd. We waren zo erg in de moment. Ja, ik ook niet. Ik voelde me niet echt chill over of zo om te vloggen. Nee. Ik weet niet. Maar we... Precies, we gingen op een gegeven moment gewoon een stuk weer verder lopen. Toen was ik foto's van Sarah aan het maken. En toen kwam er een man naar ons toe en zei van ja, wat zijn jullie aan het doen? Lekker in het Engels, dus ik moet helemaal gaan switchen met mijn taal. Maar hij was oprecht geïnteresseerd met wat we deden. Van ja, zijn jullie modellen? Zijn jullie hier voor werk? Dus ik een beetje in het kort uitleggen wat we nou precies deden. Dat we hier voor een perstrip waren. Dat vond ik wel grappig, want normaal gesproken ben ik gewend... Open. Ja, zeker. En normaal gesproken ben ik echt gewend om mensen die dan zo aanstaren en denk van waar ben je mee bezig? Dat als een ingang gebruik voor een verkooppraatje of precies. Zo. Precies, maar hij moest helemaal niks van ons hebben, dus dat is wel fijn. Leuk. Dus dat voelt wel chill. En we hebben net in dit leuke straatje foto's gemaakt. En ik ben er heel erg tevreden mee. Het gaat lekker met ons. Het gaat echt lekker, ja. Ik zei net, ik voel me wel heel Maar we hebben eigenlijk al gedaan wat we moesten doen, toch? Precies. Extra foto's. Content gemaakt. Ik vind het wel een grappig buurtje. Het is wel leuk. Het is heel anders dan gisteren. Want gisteren was natuurlijk bij die rivier bij iets meer het fancy deel. En dan is het wel leuk dat dit iets ruwer is of zo. Precies. Ik vind het wel gaaf, die gebouwen en zo. En ook lekker bij een terrein. Ja, het is geen Sabrina vlog als je niet een hotspotter hopper bent. Dat is niet eens een woord, maar vanaf vandaag wel. Belichting. Ik hou er namelijk echt van om lekker te zitten. Nu zitten we bij Pret de Manger. Dat spreekt uit, toch? Ja, ik was er ook al in New York. En je hebt het tegenwoordig ook in Nederland. Dus dat mocht je nog niet echt weten. Ga erheen, want wij zijn fan van de thee geworden. Ja, heel lekker. Ja, ik heb eigenlijk nog niet echt een slok genomen, want het is echt groeien heet. Maar ik ruik dat heel lekker. En we hadden ook een chunky chocolate chip koekje gedeeld. Zo lekker. Hij was gewoon nog een beetje warm en het smaakt naar Nutella en chocola. Echt wel heel lekker. Heel chill. En we gaan straks weer terug naar het hotel. En we gaan gewoon lekker chillen, ons opfrissen en vanavond hebben we een diner. Ja. Waar ik heel benieuwd naar ben. Ik heb me zojuist klaargemaakt voor het diner wat we vanavond hebben. Ik moet even wennen aan mijn outfit, want dit is niet iets wat ik in het dagelijks leven heel snel zou dragen. Ik heb namelijk een blazerjurk aan van Naked. Hij is ietsjes te groot, maar ik vind het wel wat hebben. Het enige nadeel eigenlijk aan dit ding is dat de riem best wel snel losglijdt. Maar voor de rest, prima dingetje. Dan heb ik deze hakjes aan... Het is op dit moment 8:30 en dit is ook gelijk de laatste ochtend hier in Londen. Ik geniet nog steeds van het uitzicht. Echt, love it! Maar we moeten voor 10:00 uitgecheckt zijn en dan hebben we hier in het hotel een brunch. Want op de verdieping waar ik ook verblijf is er een soort van, ik weet niet, lounge-achtig iets. Ik heb me niet heel erg erop in verdiept. Maar daar ergens, je ziet het gewoon niet. Dat, daar. Daar gaan we straks zitten met z'n allen. Lekker eten. Ik ben heel erg benieuwd. En als dat voorbij is, hebben we nog een beetje vrije tijd. En om 3:00 gaan we naar het vliegveld. En dan vliegen we tegen 6:00 aan weer naar Nederland. Dit is mijn outfit voor vandaag. Ik heb een jurkje aan. Ik weet eventjes niet meer waar die vandaan komt. Volgens mij van Lovies. Maar dat weet ik niet 100% zeker. En dan heb ik ook nog een riem. En dan heb ik een panty en straks doe ik mijn laarsjes erbij aan. Ja, en ik heb mijn haar even vastgedaan. Ik dacht even wat anders. En misschien ook even leuk om te vertellen waar mijn sieraden vandaan komen. Ik ben de laatste tijd echt alleen maar opzet met sieraden. Ik maak mijn outfit echt daarmee compleet. De ketting is van Come Get Fashion. Het heeft van die cirkeltjes. Mijn oorbellen heb ik bij mijn lieve vriendinnetje Rebecca gekocht. Ze heeft een webshop, Mijn Meraki. Check it out. Ze heeft heel veel leuke ringen en ik heb deze twee bij haar vandaan. Dan heb ik ook wat ringen. Deze komen van
focus. Deze komen van mijn jewelry. En de bovenste is echt mijn favoriete, want die heb ik van mijn lieve vriend gekregen. Die is van Pandora en de ring daaronder is ook van mijn jewelry. Dit is de locatie van onze brunch. En dit is het uitzicht. Nou, we hebben die vrijheid gekregen en we lopen weer richting de London Eye. Ja. Wat zal ik erover zeggen? Ik ben weer blij dat ik hem zie. Maar we gaan gewoon weer een beetje rondlopen, dingen ontdekken. Het is echt mega lekker weer. Ik heb het gewoon warm met mijn lagen aan. Maar ja, we gaan nog even genieten. En om 3 uur gaan we weer naar het vliegveld. We gaan nog even meer van Londen zien. Lekker plekjes zoeken, fotootjes maken. En van de omgeving genieten. Dat is voornamelijk. Even meedoen met schoolvoetbal, jongens. Ik ben net naar een souvenirwinkeltje geweest en daar heb ik onder andere een tasje gehaald. Want ja, ik had nog een tasje nodig. En een knuffel hondenbeer. Nee, geen beer. En een knuffeltje voor Richie. Ik loop echt vet scheef. Want Richie houdt van Engelse bulldogs. En ik zag hem liggen. Die is zo cute. Bij lekker weer kan een ijsje natuurlijk niet ontbreken. Ik heb een vernieuwde ijsje op een zwart dingetje. Ja, is het heel lekker. Hij was best wel duur. Iets van 4 pond. Maar hey, het mag wel eens. Wij zijn aangekomen op Schiphol. Hoe vond je de vlucht? Ja, prima hoor. Ja. Gewoon heel moe, maar niet per se door de vlucht. Nee, maar gewoon door de afgelopen paar dagen. Ik vond het echt super leuk. Maar ik kan niet wachten om lekker te gaan slapen. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Doe vooral dat duimpje omhoog en abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Kom ik aan mijn woorden? Precies, thanks. Zo moe. En wij gaan naar de band en dan gaan we onze koffers ophalen. Dan naar huis. Ik zie mijn koffer. En ik zie mij al. Nou, ik kan gelijk door. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!